tijd voor koffie. Of nee, toch niet? Tijd voor koffie. Goedemorgen, lieve kijkers. Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik moest even bijkomen na de vlogmas video's, maar ik heb er weer ontzettend veel zin in om leuke video's te gaan maken. Dus ja, dat gaan we gewoon weer doen. We gaan vandaag weer beginnen. Het is vandaag maandag, 28 december. Het is nog een paar dagen totdat we dit bizarre jaar achter ons kunnen laten. En hopelijk weer met frisse moed het nieuwe jaar tegemoet kunnen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ja, dan is het het eerste maandag, zeg maar, na kerst. Gisteren had ik nog wat dingetjes die opgemaakt moesten worden. Maar ik kan jullie wel zeggen dat ik vandaag weer met extreem frisse moed weer aan de slag ga. Ik ben weer klaar met al het gevreet. Ja, ik merk gewoon dat ik me er weer ontzettend slecht bij voel. En dat ik gewoon weer heel erg veel zin heb om me gewoon lekker en goed in mijn vel te voelen. En voor mij maakt dat niet zoveel uit met welk gewicht dat is. Of hoe dun of hoe dik of hoe groot of hoe klein of whatever je bent. Maar ik voel me op dit moment gewoon niet lekker in mijn vel. Ik heb er zelfs heel slecht van geslapen vannacht. Niet zozeer omdat ik weer moet beginnen, maar gewoon omdat ik me gewoon zo slecht voel. Dus ik ga vandaag er gewoon weer tegenaan. Ik ga weer het intermittent fasting oppakken. En ik ga het koolhydraatarm eten weer oppakken. Ik ga jullie ook daarin meenemen. En ik begin niet op 1 januari. Ik begin vandaag al, want ik ben er klaar mee. En ik ga niet nu nog 4 dagen slechte dingen eten waar ik me niet goed bij voel. Want ik ben er gewoon weer klaar voor. Ik heb er geen zin meer in. En nogmaals, voor mij maakt het gewicht niet uit. Maar wel hoe ik me daarbij voel. Dus ik ga nu nog even wat te drinken maken voor Islotte. En dan geniet van mijn koffietje. En dan gaan we deze dag weer beginnen. Voor kerst van de kerstman heb ik een heel mooi nieuw statiefje gekregen. Waarop ik ook 2 lampjes kan doen. En een microfoon. En ik dacht, het is nu nog donker. Dus laat ik die even uitproberen. Dat was mijn kerstcadeau en daar was ik heel erg blij mee en heel erg mee verrast. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest vragen. Maar hier ben ik heel blij mee. Nou, ik ga even de limonade brengen naar de dochterlief. En even genieten van mijn koffietje. Ik heb voor het gevoel dat ik de afgelopen tijd zoveel dagelijks gevlogd heb. En nu een heel aantal dagen niet, heb ik het gevoel dat ik heel veel op jullie bij moet praten. Dat jullie heel veel gemist hebben. Valt wel mee, want we hebben niks gedaan, want lockdown. Maar dit soort dingetjes wat ik dan met kerst en zo beleef, dat heb ik natuurlijk nog niet met jullie gedeeld. Dus. Maar ik zal wel even kijken of ik, want ik heb wel wat beelden gefilmd, gewoon voor onszelf. Dus misschien kan ik daar nog wat leuks uit halen, wat ik dan met jullie even kan delen. Dus dat zien jullie dan nu. Nu ga ik even van mijn koffietje genieten. Ik heb geloof ik uw online bloemist leeggekocht. Ik heb een heel leuk idee voor kerst. Uw online bloemist is een bloemenwinkel van Carlijn Tukkers. Ik ben met haar via een vlogcursus in contact gekomen. En zij maakt echt zulke toffe dingen. Dus ik ben echt super nieuwsgierig. Ik heb ook eerder wat bij haar gekocht. Als cadeautje. Ja. Oh, zo leuk. Echt zo leuk. Dit gaat echt heel erg leuk worden. Oh, zin in. Ja, dat is toch een tassen voor een... Wat een grote kraktor. Ja? Daar, hè? Ja. Hopla. Dit is van onder. En een schuimtasje. Leuk, hè? Hey. Ik wil ook doen. Gaat een beetje zwaar, dus.
Kijk, allemaal lekkere kaas. Ja, en die is leeg, die onderste. Wat vind ik hem? Wat is die onderste? Chocola. Dat is het. Heel koud. Hou maar zo vast. Even kijken. De boos is jongkaas. Die is jong belegen, extra. Ja, zo eronder houden? Ja? Help haar. Stop erin. En doe het vast. Ja, zo. Goed zo. Wil je proeven? Een slokje nemen. Even een slokje nemen bij mij. Ik had het niet mors. Jij proeven? Nee. Smaakt naar gewone melk. Ja, komt ook gewoon uit koeien hoor. Dit is gewoon echt melk. Ja, stop maar. Niet te dichtbij, dan worden ze misschien bang. Of ze wel mensen gewend zijn. Kijk, hij komt even staan. Zo. Laat even zijn kontjes zien aan je. Oh, cutie. Kijk nou, de schatjes. Die geven ons melk. Nou ja, nu nog niet. Maar als ze groot zijn, geven ze ons melk. Dank jullie wel, lieve koetjes. Ze zijn nog niet zo oud, hoor. Dat ze weten welke koe het is. Maar waarom heeft hij dan de ene, twee en de rest geen? Ja, ik weet niet. Die moeten er nog een eentje krijgen, denk ik. Ik denk dat ze nog heel jong zijn. Een halve idee. Zo. Kijk maar zo. Zo hé. Mooi eraf halen. Ik merk. Ja, zeg maar. Wat is dat? Wat is dat? Van slijm. Heb jij een slee? Nee, van slijm. Wat is het dan? Slijm. Een slijg. Slijm. Stap erin, jij. Oh, dat is echt goed. Ik wist hem! Jij hebt zeker ook papa gekocht. Oh. Nee, hij gaat heel snel uit het sokje al natuurlijk. Oh, wat maar mooi. Kijk, papa. Mooi. Ik heb bij uw online bloemist twee vogelhuisjes gekocht. En ik dacht, het is wel heel erg leuk om met kerst iets leuks en creatiefs te gaan doen. Ja. Dus heb ik twee vogelhuisjes gekocht die we dan straks buiten kunnen zetten. Zodat we daar iets moois van kunnen maken voor de buitenvogeltjes. Dus dat gaan we lekker doen. Inmiddels is het lunchtijd. Ik heb vanochtend nog even op de bank geslapen, want ik was zo ontzettend moe dat ik trok het echt niet meer. Dat heeft me wel even goed gedaan. Dus nu is het lekker tijd om een eitje te gaan eten. We hebben weer koolhydraatarm, dus ik heb gebakken eien gemaakt met ontbijtgesprek. Dat hadden we nog in huis. Vanavond komen de boodschappen, dus het is nu nog eventjes roeien met de riemen die we hebben. Maar we hadden gelukkig nog eieren en we hadden nog spek. Dus nou, daar heb ik een lekker gebakken ei mee gemaakt. Dus dat ga ik nu lekker eten. Nou, wij gaan nog eens even een keer proberen om iets te maken met gips. Dat was de vorige keer een soort van mislukt. Nu hebben we een ander vormpje. Ik heb de gebruiksverwijzing goed gelezen. En we hebben een unicorn. We gaan het nog een keer proberen. En...
laat hem staan. Niks meer aan doen. Nee. En jij gaat je handen wassen. Ik ga mijn handen wassen. Ik ben niet gemaakt voor dit soort dingen. Ik heb mijn goede trui aan. Heel slim. Nou, inmiddels is het avond. Ik moet weer een beetje aan wennen dat ik weer aan het vloggen ben. Dus ik ben vergeten om onze avondmaaltijd te filmen. Was ook niet heel spannend, want ik had tonijnsalade gemaakt met een koolhydraatarme boterham. En Jeroen en de kinderen die hadden, zoals wij dat noemen, prutje. Het is gewoon macaroni met boterhammenworst en augurk en wat groenten. Dus was ook niet heel spannend, maar... Ik heb net de boodschappen binnengekregen, dus nou, misschien is het wel weer eens leuk om even door de boodschappen heen te gaan met jullie. Ik doe gewoon even snel. Ik heb een brood besteld. Natuurlijk, niet voor mij, maar voor de rest. Ik laat jullie gewoon even snel zien wat er een beetje in de kratten zit. Nou, ik heb hier banaantjes. Zo, nou, ik weet niet waar die vandaan komen, maar volgens mij zijn ze die regelrecht van de boom geplukt. Mijn hemel, wat zijn die nog groen. Ik weet niet of je het goed op camera kan zien, maar jeetje Mina. Echt denk ik nog nooit zulke groene bananen gezien. Maar goed, dat trekt vast wel bij. Dan hebben we komkommertjes, eieren. Al onze koekjes waren op. Dus die hebben we weer nieuw. Pistasnootjes, kaascrackers, daar zijn de kinderen gek op. De eieren gaan er bij ons veel doorheen, want koolhydraatarm. Dus ja, we hebben altijd eigenlijk elke week... Wel twee van deze dozen gaan niet altijd helemaal op. Maar dat hebben we altijd wel. Kijk, zoals nu zijn ze ook niet helemaal op. Maar ja, dat gaat er inmiddels flink doorheen. Dan hebben we vlokvlees voor het brood voor de kinderen. En nog wat koekjes. Dan heb ik hier appelmoes. Dat was al weken uitverkocht steeds. Dus ik ben blij dat we dat weer hebben. En hier zit gewoon ook geen suiker aan toegevoegd. Dus dat is gewoon lekker voor de kinderen. Vogelzaad voor onze herrieschopper hier in huis. Appeltjes, mayonaise, cola voor Jeroen. Hieronder zit cola voor mij. Vuilniszakjes die we altijd hebben voor in de prullenbak hier binnen. Dit zijn de tomatenpulpblokjes waar ik altijd pastasaus mee maak. En nou, mais. Nou, dat was dat. Het is niet zo heel veel dit keer. Hier heb ik melk. Hadden we ook nog wat van in huis. Roerbakgroenten om pasta mee te maken. Broccoli. En hier heb ik lekker gehakt. We gaan een keer gehaktballen eten. Ik heb hier sla. Gewone veldsla. En rucola sla. Voor 's middags. Het vlees waren, maar ja, eigenlijk gewoon allemaal ham, want het wordt hier het meest gegeten. Kipfilet om een keertje nasi mee te maken. De chroma was op. Filet moet ik kennen, dat gaat ook hard doorheen hier in huis. Hier nog wokgroenten voor bij de nasi. En aardappeltjes voor de rest van het gezin. Voor bij de gehaktbal. Dus niet zoveel, maar ik heb ook nog best wel veel dingetjes in de vriezer liggen. Dus ik had daar nog veel groenten en zo in. Dus ook niet zoveel nodig. En ja, we deden eerst echt altijd voor een week boodschappen. Maar dan was het iedere keer zo een shitload aan boodschappen. En dat moet je ook maar overal kwijt kunnen. Dus nu doen we een beetje zo voor 5 dagen weer boodschappen. En dan is het net even allemaal iets meer te behappen. En als je dan iets vergeten bent... Dan is dat ook gewoon dan nog wel relatief snel weer in huis. Omdat we ja, nu eigenlijk helemaal niet naar de supermarkt gaan. Dus ga ik dit even snel opruimen. Thank you.
Nou, het is inmiddels lunchtijd. Oh, ik heb het zo koud vandaag. Ik heb toch een dikke trui aan, maar ik heb het echt koud. Ik heb vanochtend lekker gewerkt en ik heb besloten dat ik de rest van de week vrij neem. Want ja, ik ben gewoon moe en ik ben even toe aan een paar dagen rust. Dus daar ben ik super blij mee. Nu gaan we lekker lunchen. En ik heb een soort van pannenkoek. Hij is een beetje uit elkaar gevallen. Maar ja, hij gaat toch niet heel mijn buik in. Dus ik heb een pannenkoek gemaakt van mozzarella. Eén bol mozzarella en twee eieren. En die, die heb ik lekker gekruid met paprika kruiden en rozemarijn en tijm. En een beetje zout. Dus het smaakt echt heel lekker kruidig. Doe ik een beetje rucola sla op en dan met een beetje vlee en ham. Dus dat ga ik lekker eten.